Woensdagavond heeft de gemeenteraad de motie rookvrij spelen in Nijmegen van D66 aangenomen. De motie roept om het roken in de gemeenschappelijke speeltuinen aan banden te leggen. Dat houdt in dat in de leemkuil het brakkervoort en de beheerde wijk speeltuinen alleen binnen een rookzone gerookt mag worden. Deze zone mag geen overlast veroorzaken voor andere bezoekers. Indiener van de motie Rachel Brouwer vindt dat de overheid het goede voorbeeld moet geven. door roken niet alleen in gemeentelijke binnenaccommodaties te beperken. maar ook juist buiten daar waar kinderen spelen. Ook CDA, SP, GroenLinks, de Partij van de Arbeid en de stadspartij DNF ondertekenden de motie. Wethouder van Zorg en Welzijn Bert Frinks, zelf ooit verstokt roker, belooft met genoegen aan de slag te gaan met het voorstel. De grote sint bartholomeuskerk in Beek wordt gerenoveerd. Donderdag weer begonnen met het weghalen van de bovenkant van de schoorsteen. Later wordt die met de originele stenen weer dichtgemaakt. En verder wordt ook een deel van het dak gerepareerd. Het Liefst Wilde Stichting Red de monumentale Bartholomeuskerk dat het hele dak gemaakt zou worden, maar daar bleek geen budget voor.